zijn op het mooie complex van Sportcentrum Zeist. En, we hebben hier een trainingskamp van 3 dagen. 2 overnachtingen. Eigenlijk om de voorbereiding een beetje af te sluiten. En ons te gaan richten op bekerwedstrijd en de competitie. De trainingskamp is in meerdere opzichten interessant. Voor de saamhorigheid, voor de sfeer. Maar om ook zeker nog even wat in te zoomen op het teamproces. En we zijn dankbaar aan de academie dat dit allemaal mogelijk is gemaakt. Want faciliteiten zijn top, organisatie eromheen is top. Dus dat is eigenlijk de reden. We zitten nu in week 9 van de voorbereiding. Dus we zijn al een tijdje onderweg. We zijn ongeveer tegelijk begonnen met het eerste van Heracles. Iets later dan het eerste van Twente. Dus alles bij elkaar zitten we al eigenlijk aan het einde van de voorbereiding. Dus ruim 2 maanden. Maar gaat goed, gaat eigenlijk met de week beter. Als je kijkt naar de blessures bijvoorbeeld tot nu toe, even afkloppen natuurlijk, maar weinig blessures gehad. Spelers ogen fit, spelers ogen gretig. Dus in dat opzicht kunnen we gewoon heel tevreden zijn. We hebben inderdaad wat nieuwe jongens erbij. Dat had deze groep ook wel nodig, denk ik. Gewoon weer wat nieuwe gezichten. En die zijn voor mijn gevoel wel goed opgevangen. Die groep hebben we ook wel. We hebben van alles wat. Dus iedereen kan wel zich ergens in vinden en zich ergens op aanpassen. Dat gaat tot nu toe goed. Er wordt veel dingen samen gedaan, maar ik heb natuurlijk ook gewoon spelers die meer naar elkaar toe trekken en anderen iets minder. Maar dat is logisch binnen een groep. We hebben een grote groep, dus kan je dat ook niet verwachten. Maar de sfeer is goed, dus daar kunnen we niks over zeggen. We hebben veel activiteiten gepland om de trainingen heen ook. We hebben een sessie gehad met Marilien, onze mental coach, die met de groep wat heeft gedaan. We hebben zelf wat met de groep gedaan. Vanmiddag hebben we wat activiteiten gewoon buiten gehad met voetgolf, padellen. Verwachten we gewoon van de groep vooral dat ze gewoon lekker met elkaar bezig zijn. En elkaar nog net iets beter leren kennen. En vaak in zo'n setting gaat dat net iets makkelijker dan dat je alleen op de club komt en je gaat weer naar huis. Dat helpt wel. De dingen eromheen, die maken het juist heel erg interessant. Ook om te zien hoe ze met elkaar omgaan. Wat er gebeurt in zo'n groep als je een bepaalde periode op elkaars lip zit. En de activiteiten die we daaromheen organiseren, zowel in het hotel als buiten, die dragen daar zeker aan bij. Dus super interessant om dat te observeren en op afstand te bekijken. Ik denk dat het belangrijkste is dat de afspraken die we met elkaar maken en de doelen die we als team, maar ook als individu stellen, dat we daar gewoon eigenlijk week in week uit aan sleutelen en dat ook zoveel mogelijk op de voorgrond proberen te houden. Zodat we dat met elkaar kunnen blijven bespreken en kunnen spiegelen. En waar dat dan eindigt, dat is lastig om te zeggen. Ja, kijk, het ideale is dat je met de groep eindigt waar je mee begint. Dat zou mooi zijn. Mooi zou zijn, denk ik, dat je in de ontwikkeling van je speelwijze, in hoe je wilt spelen en wat ook aansluit bij de visie van de academie, dat je daar gewoon echt goede stappen in zet. Ik vind dat we dat de afgelopen 2 maanden ook echt al hebben gedaan. Dus als dat in de afgelopen 2 maanden al kan, dan zou het ook in de komende 8-9 maanden moeten blijven kunnen. En het derde, dat zou ik gaaf vinden, maar dat is al meer een resultaatdoel, zou het gewoon mooi zijn als een enkeling, als een aantal jongens een stap kunnen maken naar het eerste elftal, of dat nou Twente of Heracles is. Het moet beter dan vorig jaar. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Niet alleen de resultaten, maar we willen ook weer meer spelers gaan afleren bij eerste elftallen. Dus die lat die moet gewoon omhoog. Waar ik ook mee begon, dat hebben we vanaf dag 1 eigenlijk geprobeerd. En die lijn gaan we gewoon doorzetten. Ja. Waar dat dan toe leidt in resultaten, dat zien we dan wel. We focussen ons gewoon op het proces van de groep. En daarin gewoon elke keer een stapje erbij.